heerlijk rustig Schelvorstpark. Hoe anders is dat volgend jaar april? Martijn Makkinga, jij weet daar alles van. Vertel ons iets meer. Ja, volgend jaar, medio april, dan dondert en bliksemt het hier natuurlijk. Want dan hebben we het historisch festival weer. Ja. Maar waarom dit jaar nog niet? Nou ja, we zaten natuurlijk met de perikelen van corona, 1,5 meter afstand, dat soort dingen. Dat was op het moment dat wij moesten besluiten voor een evenement wel of niet. Die regels waren toen nog niet duidelijk. En je hebt met doorlooptijd van vergunningen te maken en natuurlijk ook met sponsoring. Hè? Dus veel bedrijven die het moeilijk hadden. Dus we hebben gezegd, als we het doen, willen we het goed doen. Want er komt nu de Lustrum editie, de 5e editie. En we hebben gezegd, we gaan dan echt knallen. Dus we moeten top neer gaan zetten. En dat kan alleen met een goede voorbereiding, goede ondersteuning vanuit het bedrijfsleven. Dus daar verantwoord en dus een jaar verder. En ja, volgend jaar dan is hier weer een en al activiteit. Om hoeveel dagen gaat het en hoe groot wordt het dan? Ja, dus we gaan het groots maken dan eerder. We willen echt gaan knallen, wat ik al zei. Het gaat om eigenlijk 3 dagen. Vrijdag de officiële opening met een leuke feestavond. Zaterdag de veldslag. Mensen kunnen kampementen bezoeken. Rondtochten met de koetsen. Allerlei activiteiten voor kinderen. Een kinderplein komt er. Een speeltheater. Mensen kunnen meedoen. Mensen kunnen meer marcheren. Er komt een artillerieshow. Er komt een cavalerieshow. Dus een paardenshow, noem het. Het gaat de hele dag door. Met natuurlijk als climax de veldslag. Zaterdagavond weer een leuke feestavond. En dan zondag natuurlijk weer opnieuw een veldslag. Met ook weer allerlei activiteiten. Juist, en we kunnen dus echt zien hoe destijds een potje gekookt werd. Ja, je mensen kunnen de kampementen bezoeken. Er komt een Frans kampement, er komt nog een Frans kampement, er komt een groot geallieerd kampement. Bestaande uit mensen Duitsland, Hannover bijvoorbeeld, dat was geallieerd toen aan de Engelsen. Schotten, Nederlanders. Ja, en de Fransen die vechten dan tegen al die geallieerde troepen. Heel veel succes met al die voorbereiding en een fantastisch feest volgend jaar. Dankjewel, we gaan er tegenaan en we hopen op een stukje sponsoring links en rechts en we gaan er wat van maken.